Super fijn dat je er bent. Heel fijn om er te zijn. Ja, Gert-Jan is ziek, daarom gaan wij het klantgesprek samen doen. En zullen we lekker warm binnen gaan zitten? Heel goed idee. Ja. Hielke, hartstikke fijn dat je er bent. Heel graag gedaan. Jij bent hier met een goed verhaal. Mm-hmm. Klopt. Kan je daar zelf wat over vertellen? Want... Nou, allereerst, ik heb natuurlijk achondroplasie. Dat is een goede stoornis. Dat zien we 1,23 meter. En wat ik vooral probeer, wat ik ook vaak in mijn column schrijf, op, bij de radio zo 1 op zaterdag. Ja. Dat ik wil allereerst mijn handicap op de kaart zetten, dat mensen weten wat het is. Bewustwording. Dat zijn maar 30.000 mensen in Nederland die het hebben. Wow. Dus dat is natuurlijk niet heel veel. Nee. En wat ik ook wel wil is gewoon een beetje meer respect, maar ook een beetje meer fatsoen voor gehandicapten. Want als je kijkt naar het onderwijs, de zorg, maar ook gewoon als mensen willen solliciteren in het dagelijks leven, dat is nog ongelooflijk slecht. Als je kijkt naar hoe weinig gebouwen in Nederland voor de rolstoel toegankelijk zijn. Ja, dat klopt. Of hoe vaak ik wel niet hoor van vrienden van mij die in een rolstoel zitten, dat ze voorbij gereden worden door een bus. Dat zijn toch gewoon dingen die gewoon, ja, het moet echt gewoon niet meer gebeuren. Ja, en dat begint natuurlijk allemaal met bewustwording. Want hoe meer mensen daar weten en begrip voor hebben, hoe meer veranderingen er ook natuurlijk komen vanuit de maatschappij. Klopt. En dat doe jij dus door middel van, je maakt een column, zei je net. Ja. En dat doe je... Dat doe ik iedere zaterdag bij het radioprogramma 1 op zaterdag, dus morgens. Ja. Onze sidekick Niels, die nou weg is, maar toen nog bij ons werkte, die kwam met dat idee. Ja. We zaten s'avonds te praten en toen zei hij op een gegeven moment tegen mij, mensen weten er eigenlijk zo weinig van. Ja. Waarom ga je er geen verhaal over schrijven, over het dagelijks leven? En dat dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Het is eigenlijk credits naar hem. Oh, maar dat is echt leuk dat zoiets daardoor tot stand komt. Kijk, hij heeft dat bedacht, ja. Och, wat leuk. Ik volg jou een tijdje wat me dan opvalt is, je schrijft over dingen waar ik normaal nooit aan gedacht zou hebben. Je was laatst in een supermarkt en dan... Hoe jij de wereld van de supermarkt, zeg maar, ervaart. Kan je daar iets over vertellen? Ja, kijk, het is natuurlijk heel anders. Kijk, ik kan niet in jullie ogen kijken, maar jullie zien natuurlijk allemaal, je hebt veel meer overzicht. Ja. Als ik binnenkom, de meeste dingen, de helft staat te hoog. Ja. Dat is, de helft staat te hoog en de helft... Ik heb ook wel snel dat iets te hoog staat, hoor. Maar ik snap het voor jou dan helemaal. Ja. Meer krukjes dus, maar... meer krukjes, ja. Maar de helft staat te hoog. Dus dat is wel een beetje soms een probleem. Maar ja, kijk, ik sta wel, je kunt er nu natuurlijk niet alles aan doen. Want je kunt niet met iedereen rekening houden. Nee. Maar wat je moet beseffen is dat mijn lengte ook vaak de lengte is van een gemiddelde rolstoeler. Dat is ook vaak deze hoogte. Oh ja, dus de hoogteproblemen die ik ervaren zij ook. En dan nog erger, want zij kunnen niet even ergens opklimmen of zo. Wat ik nog wel eens wil doen. Ja, precies. Ja, dat zie ik jou ook wel doen. Hè? Ja, ik moet af en toe even de stelling nemen. Want ik heb kijk, het is wel zo, als je een handicap hebt, en ik weet niet of iedereen dat heeft, maar ik heb dat wel... Je wilt echt niks aan iemand vragen eigenlijk. Je wilt het gewoon allemaal zelf doen. Je wil echt zo snel... Verschrikkelijk. Jij wordt dan een beetje koppig? Is dat... Nee, is niet ja, het woord, koppig. Ik weet niet of dat goede woord is, maar het is een beetje... Ja, misschien een beetje, maar het is ook een soort trots dat je eigenlijk... Dat ja, natuurlijk. Want iedereen wil natuurlijk onafhankelijkheid. Niemand wil afhankelijk zijn de gehele dag. Dat is niet wat je... Het is een beetje zo. Je voelt soms zo'n klein kind, weet je wel. Ja. Ik ben nou 19, maar dan op het moment voel je je 4. Ja, dat is wel echt zo. Dat verslijt niet met de jaren dat je daar gewoon zoiets hebt van, ja. Nou kijk, het voordeel is wel, je stem gaat een beetje omlaag. Dus dan als je me aanspreekt, zo, oh ja, die is geen 4 meer. Ja, precies, want ik zou nooit jouw 4 schatten, zeg maar. Er zijn serieus mensen, wat ik ook heel vaak ervaar, is dat mensen gewoon denken dat ik ook iets verstandelijks heb. Dat dit hier ook niet helemaal goed gaat. Ja. Ja, maar dat is wel of ze iets denken wat dat... vaak gebeurt inderdaad. Ja. Of ze denken dat ik gewoon zo jong ben. Want ik stond laatst een keer in de rij, wat ik val. Ik stond laatst in de rij en toen moest ik even snel iets halen, dus ik leg dat heel gewoon op de loopbank. En er komt zo'n vrouw en die kijkt me aan, goed zo. En dan is zoiets van, wah, goed zo. Ja, natuurlijk, je hebt het nog nooit gedaan of zo. Maar ja, dat zijn even die dingetjes en wat, kan ik het nooit laten om even naar een slijterij te lopen achter die mensen aan en zo'n fles Bacardi te pakken en even op die toonbank te zetten. Die gezichten zijn dan echt onbetaalbaar trouwens. Ja. Dat moet je echt een keer zien, dat is geweldig. Goh, maar... Dat jij dit doet, dat is wel echt. Je krijgt hier denk ik veel reacties op. Zie jij al verandering of herkennen mensen je ook? Ik heb een tijdje geleden bij een winkel gewerkt en daar herkennen ze me nog het meeste van, denk ik. Ja, maar ja, langzamerhand komt dit er ook wel in. Want ik krijg wel dat ik berichten krijg via mijn kleine Knolstar-account. Ja. Van mensen die dingen aan mij vragen. Ja. En dat heb je een heel grote sfeer van, vind je dat niet erg? Maar ik vind het absoluut niet erg. Ik heb liever dat mensen wat vragen, ja, dan dat ze conclusies gaan trekken. Ja, ik kan op zich wel begrijpen dat mensen het lastig kunnen vinden van hoe ga ik een vraag stellen? Omdat ze je niet willen kwetsen of nee. Als je jou niet kent, dan wil je daar wel rekening mee houden, denk ik. Ja, natuurlijk, maar het is wel zo, kijk,
ik kan niet veel voor hebben. Maar ik snap die mensen ook wel. Dat is een lastig onderwerp om ook over te beginnen. Ja. En, maar meestal vind ik het gewoon hele goede vragen. En dan geef ik ook gewoon altijd antwoord. Dus jij vindt het wel fijn, die laagdrempeligheid daarin eigenlijk. Ja. Dat je daarin gewoon aanspreekbaar bent. En krijg je ook berichten van gelijkgestemden die adviezen vragen? En ja, ben ik dan nou, dat is wel meer via Instagram. Daar haal je meer, ja, sneller de hele wereld mee. Ja. Daar heb ik tot nu toe iets van 3 reacties gehad. Van mensen die zeiden van, hé, wat geinig. Eentje kwam uit Argentinië. Eentje kwam zelfs uit Argentinië. Wauw. Die sprak mij in het Engels aan, maar je kunt alles vertalen natuurlijk. En die zag precies wat het was. En die vond het ook wel heel leuk. Die zei ook van, ja, het is wel iets dat je dat allemaal te kijk geeft. Ja, het is wel heel kwetsbaar. Dat komt heel dichtbij. Maar social media, dat iedereen kan rotberichten typen. Hè? Dat gebeurt echt super gauw. Dus het is heel kwetsbaar. Dat is wel, daar heb je natuurlijk ook over nagedacht van tevoren. Ja. Dus wel echt super dapper dat je dan gewoon daarmee je kwetsbaar opstelt. Doet me niet heel veel, moet ik zeggen hoor. Dat soort zolderkamerterroristen die op een zoldertje. Nee, klein netwerk. Jij hebt ook echt een hele gezonde, grote dosis zelfspot. Hè? Dat verbaast mij elke keer. Ja, maar dat is echt waar. Ik ken mensen die hetzelfde hebben of ook een handicap hebben en die hebben dat niet. Ja. Die raken meteen beledigd bij het kleinste opmerkingje. Ja. Dat moet je niet doen. Dan heb je geen leven. Je moet gewoon. Ja, maar jij maakt het voor jezelf daar ook makkelijker mee, denk ik. Ja. Toch? Of dat je. Hier ook. Als ik bij het VN aan het werk ben. Die collega's die zijn ook vaak genoeg van. Dat is ook de hele avond door. Dat er opmerkingen gemaakt worden. Ja, ik heb een krukje voor je gekocht. Ja, ja, ga je al. Ja, maar ja, dat ik van, ja, dat jij de krukje kocht, dat vond ik wel. Dat vind ik dan weer iets geweldigs. Vind ik gewoon heel grappig. Nou, mooi. Dat vind ik iets ludieks. Dat kan ik heel goed hebben. Kijk, dat is fijn. Maar je brengt ook positiviteit ermee in. En dat is wel, vind ik echt, jouw kracht. Wat je ook doet in de radio maken en in je column, je kleine knolster. Dat je met humor kan jij dus eigenlijk heel veel mensen vertellen over deze groeistoornis. Ja. En dat is hartstikke mooi. Want daardoor vinden mensen het ook interessant om daarnaar te luisteren natuurlijk. Dat is wel waar. Bij mijn columns ga ik wel vaak meer wat dieper. Ga ik wel iets, wat ook iets serieuzer. Ja. Dat mag af en toe ook wel. Ja. Want ik schrijf er ook dingen over andere handicaps. En ook een beetje over de handicaps in het algemeen. Ja. Dus daar mag het wel iets serieuzer. Maar ook daar komt wel eens even wat zelfs voor. Want je moet het niet te zwaar maken. Want dan hebben mensen ook zoiets van, oeh. Ja, en als je dat wel zou doen, zou het voor jezelf dan ook zwaarder worden? Ja, ik denk het wel. Want als ik zo'n column schrijf, merk elke week weer dat elke week wordt een klein beetje moeilijker. Weet je, hebt natuurlijk ook dat je in het begin heb je 1000 ideeën. Ja. Elke week wordt het een klein beetje minder. En dat ik denk. Omdat het steeds dieper gaat en ook steeds meer over jou als persoon dan ook. Het begon, de eerste column die ik schreef, Kijktuig heette die volgens mij. Dat was echt gebaseerd op wat ik. Echt wat een grote irritatie is. Al dat aanstaan. Ja, dat was je, ja. En kijk, qua kinderen die kleiner dan mij zijn. Die zijn 3, 4, 5 jaar. Dat vind ik helemaal niet erg. Die snappen dat niet. Nee. Volwassenen, dat vind ik echt, denk ik van, grow up. Come on, even. Dat kun je toch zoveel bedenken, weet je wel. Waarom ga je lopen staren? Vraag wat of zo. Je mag best wel wat vragen. Maar dat aanstaren, dat heb ik zo ongelooflijk hekel aan. Maar ook als kinderen iets vragen aan hun ouders. Dan zie ik heel gauw die afwijkende. Ja, klein, gewoon klein. Maar er wordt niet, zeg maar. Er zit toch nog een beetje een taboe op. Dat is een groot taboe op. Dat is een groot taboe. Ik heb laatst een fotoshoot gedaan met een gezin met 7 kinderen. Ja. En die ouders die hebben die kinderen allemaal van tevoren verteld van, nou, dit en dit heeft hij, zo en zo werkt dat. Perfect. Die kinderen die hebben, 1 kind kwam toen wel een vraag naar mij toe, maar dat vind ik niet erg. Maar die, allemaal top, die kwam al, die vond het gewoon bijna normaal. Ja. Want kinderen hebben dat snel. Misschien denken mensen dat kinderen een beetje debiel zijn, maar kinderen die snappen heel snel iets. Ja, kinderen zijn best wel puur en die gaan gewoon heel erg in de gelijkheid. Van je bent gewoon mensen die kijken met hun hart, hè. En wij zijn toch wel volwassen, daar worden we, ja, dat is gewoon iedereen die volwassen wordt, die wordt daar wat in gekrompen, zeg maar. Dat is niet negatief, maar dat gebeurt gewoon. Dat is bij ieder mens zo. Ja, dat is wel iets wat je dus veel ervaart. Ben jij ook gepest vroeger of in je puberteit? Eigenlijk niet. Oh, het heeft 2 redenen. Eerste reden is dat ik zat vroeger op scholen, 2 scholen waarin iedereen iets had. Oh, ja. Eerst vooral chronisch zieken, daarna ben ik naar een school gegaan met vooral lichamelijke gehandicapten. Ja. Daar heb je allemaal wat. De een zit in een rolstoel, de ander heeft een spierziekte, de ander heeft iets met zijn arm. Het is allemaal wat. Dus je hebt allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Ja. Dan ga je elkaar eigenlijk ook niet pesten. Nee, precies. Tweede reden is dat ik nogal snel van me af kon bijten. Okay. Dus ik heb er niet heel veel last van gehad dat mensen elke dag mij pesten of zo. Nee.
Nee, precies. Nou, gelukkig. Ja, zeker. Gelukkig, ja. Goh, en heb je nog plannen? Wil je nog... Plannen? Ja. Ja, ik wil echt verder in deze in de mediawereld, zoals je dat noemt, tv, ja. Radio. Want ik merk echt dat je daar niet alleen de mensen bereikt, maar dat je ook laat zien aan anderen, ik heb een handicap, maar het kan wel. Ja, dat is echt heel mooi wat je nu zegt. Kijk, je kan een handicap hebben, je kan in een rolstoel zitten, je kan klein zijn, groot zijn, verzin het. Maar het kan bijna allemaal wel. Je kunt bij de tv gaan werken, je kunt in de winkel werken. Kijk, bij sollicitatieprocedures zie je tegenwoordig, oh nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Jij gaat het gewoon doen, je gaat het gewoon proberen, je gaat er vol voor. Dus je moet zoeken in oplossingen, niet in problemen. Hé. Hey. Van, als je een interview houdt van, oh ja, nou, dan kan je er niet bij hoor, dan pak je gewoon een krukje en dan kan het ook. Precies. Dat is toch veel makkelijker? Een mooie instelling. Dacht ik. Dat is hartstikke mooi om door te geven aan andere mensen. Wat je al zei, je hebt het al een paar keer genoemd. Mensen kunnen jou vinden op Instagram en op Facebook. Ja, Kleine Knolster. Bij Facebook kun je ook naar kleineknolster.nl. Ik heb zo'n domeinnaam. Dus als je gewoon kleineknolster.nl intypt, kom je direct bij mijn Facebookpagina. Kom je gelijk bij jou aan. En op Instagram is het @kleineknolster. Aan elkaar. Ja, gewoon aan elkaar. Gewoon heel makkelijk. En knolster als je het in het Gronings schrijft, hè? Knol. Knol. Het is niks met Enzo Knol, zo. Dat moet je niet gaan krijgen. Het is gewoon knolster, stadskanaalster. Ja, van stadskanaal. Ja. En dan... hartstikke mooi. Heb je verder nog iets wat je zou willen delen? Wat je zou willen meegeven aan de mensen die kijken? Aan de mensen die kijken. Dan moet ik even de camera in klimmen eigenlijk. Als je kijkt en je wil net een baan gaan beginnen. Of je wil net iets gaan doen in je leven. En je denkt, oh, dat kan niet, want ik heb iets. Ga het gewoon proberen, want er kan zoveel. Ook al kun je tegengehouden worden door de maatschappij of door de hoge heren. Het kan wel echt. Supermooi dat ik met jou nu dit randgesprek mag doen. Vond het heel leuk. Nou, tof. Dat ik ook. En ja, ik ben een heel stuk wijzer geworden over... Dat is mooi. Ik hoop de mensen thuis ook. Ja, dat hoop ik ook. Heel erg bedankt. Heel erg graag gedaan.